dat klopt. Ik ben Eugene. Mijn afstudeer is Atlantic Track. Het is een handboek voor de gemeente Den Haag, hoe ze om kunnen gaan met de restanten en het verleden van de Atlantikwall. Dat was een verdedigingslinie die door heel West-Europa is aangelegd vanaf 1941 door Hitler. En liep van Zuid-Frankrijk naar Noord-Noorwegen. En Den Haag als vestingstad en als havenstad was extra zwaar uitgerust. En is uiteindelijk omgebouwd tot een echte vestingstad. De omtrek is ruim 25 kilometer geweest. En die was een gecompliceerd systeem van tankgrachten die rukzichtloos door de bestaande stad werden aangelegd. Maar ook obstakels zoals de drakentanden in de openbare ruimte en de bunkers. En als je dan kijkt naar wat je daar nu nog van terugvindt in Den Haag, dat is eigenlijk bijzonder weinig. De meeste zijn of een beetje verstopt of moeilijk te bereiken. En ik heb dus gedacht, wat kan het voor de stad als Den Haag, die we kennen als stad van vrede en internationaal recht, betekenen? En ik denk, als je zeg maar, dat onverwerkt verleden een plek geeft, voor jezelf een mandaat creëert als stad waar internationale tribunalen plaatsvinden. Bovendien denk ik dat het door het verleden meer inzichtelijk te maken, versterk je eigenlijk de band van de bewoners met de stad. En door cultureel, historisch erfgoed toegankelijker te maken, spreek je ook weer nieuwe doelgroepen aan voor de stad. Dat heeft geresulteerd in deze kaart met een zonering waarin 10 belevingswerelden omschreven zijn. Die heb ik uitgewerkt aan de hand van iconen, waarin eigenlijk per belevingswereld ingezoomd wordt op één aspect van de Atlantikwall en de eigen draai daaraan wordt gegeven. Dat heeft geresulteerd in deze projectkaart. Wat je ziet, het is eigenlijk een soort stedenbouwkundige acupunctuur. Want ik heb echt geprobeerd de pijnpunten van de historie bloot te leggen. En, dus ik heb verder die belevingswerelden uitgewerkt met projecten. Waarin ik telkens heb omschreven voor architecten, kunstenaars, landschaparchitecten. Van wat de potenties ervan zijn. En aan de hand van principe-doorsnedes, referentiebeelden, sfeerbeelden heb ik dat aangescherpt in het handboek. Dus je ziet hier een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld de blikvangers die markeren plekken waar vroeger in de stad de tankgracht heeft gelopen. Je ziet ook de tarot track, dat zijn eigenlijk kunstobjecten in de openbare ruimte die refereren aan het oorlogstuig wat de Atlantikwall gebruikte. Maar ook bijvoorbeeld een fietsroute die de bestaande restanten die er nog wel zijn met elkaar verbindt. En daar is één blikvanger aangewezen die de kar moet trekken, zal ik maar zeggen. Dat is het Bellona Oorlogsmuseum. Het bestaat eigenlijk uit 2 delen. Het eerste deel is de vaste collectie, noem ik dat. Dat zijn de bunkers die nu in Scheveningen-Noord nog in de duinen liggen. En die nog intact zijn en grotendeels ondergronds. De kustrij blijft gehandhaafd en aan de achterkant wil ik het helemaal ontgraven. Zodat je ziet de complexiteit van het systeem. Met de bunkers en de munitiedepots en de gangen. Die wordt dan heel inzichtelijk eigenlijk. Het tweede gedeelte is de nieuwbouw. Is gesitueerd in de zee. En daarmee kun je eigenlijk creëer dus een afstand die de mogelijkheid heeft tot reflectie van de Atlantikwall. Maar bovenal ook natuurlijk een fantastisch uitzicht over die bunkerrij genereert. En daarmee heeft de stad eigenlijk ook een nieuw icoon daarbij. En daarmee kan Den Haag zich profileren als stad van vrede en oorlog. Dus zo heb ik de sporen van het verleden vertaald naar een nieuwe laag in het heden.